Welkom op de nabeschouwing van de wedstrijd Waasland-Beveren-Standaard Luik. Wedstrijd geëindigd op 1-0 in het voordeel van de bezoekers. Bij ons uiteraard de coaches en ik ga traditiegetrouw beginnen met meneer Ferreira van Standaard, de bezoekende coach. Ja, meneer Ferreira, verdiende overwinning voor Standaard? Sorry. Ja, kijk, als je de tweede helft bekijkt, heeft Waasland-Beveren veel meer gevaar gecreëerd. Dus ik weet niet of we over een verdiende overwinning kunnen spreken vandaag. Maar ja, als ik de analyse van de match moet doen, is de match heel traag begonnen, vond ik, langs beide kanten. We hadden wel de controle over de match. We stonden iets meer op het helft van Waasland-Beveren. En hebben we misschien niet genoeg tijd genomen om onze aanvallen goed op te bouwen. En dat heeft daardoor hebben we heel weinig kansen gecreëerd. In de bijna toegevoegde tijd van de eerste helft kunnen we toch scoren op een mooie diepe bal op Le Jar. En dan de tweede, ja, hebben we een beetje te laag gezakt. En daardoor heeft Waasland-Beveren veel ballen in de box kunnen droppen, veel voorzetten gehad. En ja, met een paar goede reddingen van Guillaume Hubert en een paar mislukte trappen van de speler van Waasland hebben we toch kunnen winnen. Dus we zijn ja, langs de ene kant blij dat we een paar jonge spelers hebben kunnen inschakelen in de match. En langs de andere kant weten we dat we veel meer moeten produceren en veel meer tonen qua inhoud en qua kwaliteit van spel. De inzet was er wel, maar de kwaliteit van onze spel kan en moet nog beter. Ja, oké, dat gaan we misschien de volgende weken nog zien. Kwaliteitsverhoging bij Standaard. Dezelfde vraag voor Stijn Vreven, coach van Waasland-Beveren. Ja, verdiende overwinning voor Standaard, volgens jou? Nee, geen verdiende overwinning voor Standaard. Hè. Dat is ik vind de vraag stellen, zal beantwoorden. Dus, onverdiende nederlaag voor ons. Ik kan niet anders zeggen, ik weet ook niet als wij verdienden om te winnen. Maar goed, als je de kansenverhouding ziet, ja, die staat toch niet in verhouding met het resultaat, denk ik. Hè. We hebben, denk ik, 2, laten we gul zijn, 3 kansen tegen gehad waar wij weer een belachelijke goal weggeven. Hè. Want dat is niet uitgespeeld worden door de tegenstander, dat is een goal cadeau geven. En wij hebben onze momenten waar wij er 5, 6 zeker van gehad hebben, niet gepakt. Dus ik vind dat wel een beetje de rode draad door ons seizoen is. Hè. Weinig weggeven, toch altijd golen pakken. Genoeg kansen creëren en ze eigenlijk niet afmaken. Dus qua zakelijkheid en efficiëntie moeten wij absoluut nog stappen zetten. Want anders verlies je dit soort wedstrijden nooit. Ja, mogen we nog iets verwachten tijdens die play-off 2? Of zeg je nu van ja, deze nederlaag, dat zorgt er wel voor dat we eigenlijk ja, alle kansen verkeken hebben, maar eigenlijk ja, op basis van 1 wedstrijd mag je dat misschien niet zeggen. Ja, maar goed, als je je eerste thuiswedstrijd verliest in een toernooi eigenlijk, ja, dan wordt dat heel lastig. Maar wij gaan gewoon elke wedstrijd, zoals we al een heel seizoen doen, vol voor te winnen. Dus we gaan nu proberen een Moeskroen te winnen. Ja, en dan kan de wereld er weer anders uitzien. Oké, dankjewel Stijn Vreven en veel succes de volgende weken.